Wellicht. Dat zijn we niet geworden. Ja, we zitten hier met gemotiveerde ondernemers. Hè. Ik zie het. Ja. Ik voel het. Kom er niet altijd tegen? Nee, niet altijd. Ja. Bedankt Frederik voor hier vandaag aanwezig te zijn. Dank je wel, graag gedaan. Je zult ons misschien al horen spreken hebben over de number one mindset. Hè? De number one mindset, wat is dat volgens mij of wat is dat onze missie daar rond? Dat is in sport kan er maar één team de winnaar zijn of één persoon en in het leven en in business kunnen we allemaal winnen. Wat betekent voor u de number one mindset? Voor mij de number one mindset is eigenlijk vrijheid en legacy. Ik ben eigenlijk beginnen te ondernemen om eigenlijk een stukje vrijheid te kunnen creëren. En vrijheid is voor mij mijn familie, mijn nieuw gezin. Als ook terugkijken op het verleden geeft mij vrijheid, want ik heb alles te danken aan mijn ouders en grootouders. En ik wil hetzelfde evenaren, dat is voor mij nummer één zijn. Even redig zijn als hun, en dat gaat mij vrijheid geven. En ook de kracht geven om kunnen blijven verder. Ja. Dat is voor mij mijn nummer één, ja. En je hebt een heel parcours al afgelegd, allemaal denk ik al, hè, met vallen en opstaan. Je zit momenteel in een parcours. We hebben het laatst privé, hè, als, tijdens een lekker diner, samen overlopen. Hè, wat is je doelstelling, waar wil je naartoe en waar zit je momenteel aan het werken? Oh, waar we momenteel mee bezig zijn, is eigenlijk, om even rap te schetsen, in een kort kader. Ik denk dat elke ondernemer hier vandaag in de zaal dat spreekwoord kent, een van 15 beroepen en 13 ongelukken. Ik had op mijn jonge leeftijd, vanaf op school al eigenlijk, van mijn 12 jaar, geen botte goesting om eigenlijk in de lijn te lopen. Herkenbaar bij mij. Of te zeggen van, ah, we gaan dat doen. Ik was altijd uit het raam aan het kijken om letterlijk en figuurlijk van, wat gaan we doen, wat kunnen we niet doen. Zo was ik dag 1 eigenlijk bij de eerste les economie, was ik aan het vragen van wat is eigenlijk een btw-carousel in plaats van hoeveel de rekening hoort er eigenlijk in. Maar het 3 strafstudies voor gehad. Maar zijn je geweest? Ja, ik zeg. Ik heb strafstudies gehad dat ik ook niet geweest ben. Ja. Dus daarom eigenlijk, en altijd mijn passie, lag altijd eigenlijk bij de horeca. Dus ik ben eigenlijk mijn carrière gestart in een horeca. Op mijn 16 jaar ben ik gewoon doodleuk garçon gaan spelen. Blijven doen. Ambitie voor een eigen café gedaan. Mocht van... Een café had? Nee, mocht niet. Had je wel? Mocht niet. 2 maanden. Ik wou het heel graag, maar ik mocht het helaas niet. Altijd die liefde opzij gezet. Na lange zagen zijn dan mogen gaan verder studeren. Heb je verder gestudeerd? Ik heb de volle 6 maanden gaan studeren. Ah, toch. Ik heb 6 maanden hotelmanagement gedaan en toen kreeg ik ook weer een opportuniteit. Want ik ben altijd van opportuniteit gesproken. Ik had 5 maanden in de les en ja, was elke week studeren en wat voor wat. Maar mijn gevoel was van, wat gaan we dat... Is dat bij mij geweest? Ik ging verder studeren. Ik had beslist, ik ga verder studeren. Ik ga me gaan inschrijven. Dus ik ben echt naar school geweest, ineens al in Brussel. Ik kom toe en ik was een week mis. Ik ben nooit meer geweest. Dus ik ben degelijk 5 maanden geweest. En na die 5 maanden was ik via te weten gekomen dat ze in de Kempinski in Bodrum een F&B assistant manager zochten. Ja. En die job, dat was op mijn lijf geschreven, vond ik. En ik had gewoon een motivatiebriefje getipt, een cv'tje, en opgestuurd. En ik zei dat tegen mijn prof vlak af. Zeg, als je me volgende week niet meer ziet, dan zit ik in Kempinski F&B-manager te spelen. Moga, manneke. Dan moet je eerst een diploma van me, 5 jaar dit voor gedaan hebben, en plonge, en noem maar op. Ik zei, ja, is goed. We zullen wel zien. We zullen zien. Ja, 2 maanden later had ik een schoolkostuumje aan en was ik F&B assistant manager van de Kempinski in Bodrum. Altijd blijven doen, teruggekomen van Turkije, heb ik management gedaan van de Reflex discotheek, een van de betere discotheken in België geweest, bestaat helaas ook niet meer. En de lokroep was... Dat is nadat hij gepasseerd zijn. Ja. ook daar ben ik wel mede-aandeelhouder van geweest. Maar... Heb je dat kunnen verkopen? Of, ja. Want ik kon niet meer door 1 deur, maar met een vennoot. Dan eigenlijk altijd blijven die horeca willen gaan opzoeken, totdat eigenlijk mijn alles, mijn grootmoeder, zei van, kleine, je bent 25 jaar, wordt het eens een beetje tijd voor serieuzer te worden. Maar je mag doen wat je wilt, maar je mag 2 dingen niet doen. Maak geen jong en doe alle geld op. Zeg, ja, dat laatste is al gebeurd. Zeg, dat eerste dat ik zal beloven dat ik niet zal doen. Want jong maken, dat moet je niet doen, je moet er wat miseren. Oké. Maar je hebt in een zus gewoon commerce, bezie dat eens.
al mijn moed bijeengeraapt, letterlijk al mijn moed bijeengeraapt en ik ben bij ons begonnen in het bedrijf. De eerste 3 maanden, letterlijk en figuurlijk, mijn broek aan het verslijten. Ik zat op die bureau. Ja. Beetje Facebook, een beetje scrollen. Totaal geen ambitie, nul connectie. 2008 kwam toen. Kijk, de crisis. Crash. Batat. En toen zag ik opportuniteit. En toen zag ik, ik kan misschien binnen die bollenwinkel mijn eigen dingetje doen. Ja. Alle nieuwe kamions, kranen. In de crisis. Serieus? Alle kamions, alle kranen. Dat werd Winston Churchill die zei, never waste a good crisis. Ja. Alle machines stonden op stok en de prijzen gingen onderaf. Je kocht toen een kamion die normaal 135.000 euro kostte, kocht voor 80.000, 90.000 euro. Zeg, bam, ik heb een mixer gekocht, 90.000, een mixer gekocht. Zeg, ik ga een beetje met de mixer aan, ik ga een beetje mijn eigen verhuren, zijn ik op wat boot, 100 mensen. En terug eigenlijk het DNA van ons bedrijf, Superbeton, was de beton. En dat hadden wij in 87 afgestoot. Zeg, ik ga dat terugleven in Blaas de Beton, met mixer eraan, kei plezant. Dat bracht op, maar wat was dat? Gewoon preken. We gaan nog een bak open. We gaan een poembak open. En op een gegeven moment had ik 3 mixersbollen en 2 betonpompen. Ja. Eigenlijk van nul zijn we begonnen. Goed, dat bolde. Ja, oké. We hebben dat gedaan. En dan ben ik meer en meer gaan schakelen binnen het bedrijf, wat meer projectleiding gaan doen, werfleiding. Maar nog altijd niet de connectie, totdat mijn grootmoeder is komen te sterven. Op mijn 28, 29, dat overgang. En toen had ik iets van, die heeft me dat gevraagd. Nu ga ik het echt wel vastpakken. Toen heb ik het volledig vastgepakt. Het eerste jaar dat ik het bedrijf runde, hadden wij een omzet van 6,6 miljoen. Heb ik het naar 9,5 getrokken. Het tweede jaar naar 12,5. Helemaal alleen solo. Dan... Op het moment dat je wilt gaan doorpakken, heb ik op mijn 30e het verdriet gekregen van kanker. Ja, juist. Toen heb ik mijn kanker gekregen en dat was voor mij... Op je 30? Ja. Ja. Juist ervoor. Ik heb mijn 30e gevierd tijdens mijn chemokuur. Ja. Ik werd 30 jaar. Dat was voor mij altijd een mijlpaal in mijn leven. 18 jaar was, dan wil ik met een Porsche rijden. Dat is niet gelukt. Op mijn 25 wel. En dan op het 30e, dan moet het een groot feest zijn. 30, dan is de pubertijd voorbij. Ja. Dan kun je pas echt beginnen. En dan worden ook als mens serieus genomen. Want alles onder de 30 zijn al die snotaap. En vanaf 30... Hij wordt serieus genomen. Op mijn 30e wel, Toen begon dat toch. Toen, als je dat niet zei, dan namen de mensen toch wel eens iets aan. Niet altijd 100%, maar bon, ze nemen toch weer wat meer aan als een snotaap van 25. Ja. Dus ik heb dat gekeken. En toen was voor mij echt mijn mindset, was toen... compleet, in plaats van een hoekje te gaan wenen, bij wijze van spreken, heb ik eigenlijk al mijn moed en kracht bijeengeraapt. Gewoon zeg van, kom aan, deze is een opportuniteit in plaats van een setback. Ik heb me toen 400% op mijn werk gesmeten, op mijn ambitie. En dat is gewoon, make Superbeton great again. En dan zijn we volle bak blijven in gaan. Ik heb geen 2 dagen ziek geweest van mijn chemo. Ik heb geen 2 dagen thuis geweest. Serieus? Ja, ik heb 12 weken in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in die 12 weken 2 dagen geen afspraken gedaan. Ja. Ik had daar mijn berokening. Dat verdient een applaus. Respect. Kamer 613, de verpleegsters. Ik was een kloon van de gang. Dat geloof ik. Ik heb elke afspraak laten doorgaan. Ik heb blijven doorwerken. Ik had ook voor mijn eigen voorgenomen... Ik was... positief, je moet altijd positief blijven, positief mindset. Als je gaat denken, dat gaat dit, dat gaat dat. Bij mij in de kamer lag nog iemand, want ik wou niet alleen liggen in de kamer. Ik wou blijven kunnen connecteren en inspireren. Want dat is nog altijd een van mijn passies. Mensen inspireren en mensen meedoen groeien. Wat eigenlijk, wat jij vandaag hier doet, vind ik fantastisch. Samen. Ja. En daarom zat naast mij was ook een Frederik. We hadden alle 2 dezelfde kanker. Maar die zat elke dag te zeggen, het gaat niet goed komen. Het gaat niet goed komen. Ik heb hem hier, zie je. Oh, ik kan hem in eten. Oh, ik kan hem in slikken. Het gaat niet, Die heeft 400 complicaties gekregen. Die had alles. Ik zei, kom aan, zet het daarover. We gaan dit doen, we gaan dat doen. We gaan met de fiets rijden. Ja, maar ik heb geen kracht voor met de fiets te rijden.
Zeg, ik zorg dat je morgen 2 home trainers staan. En we leggen vanaf nu elke dag samen een uurtje met een home trainer. Ja, maar dat gaat niet, dat gaat niet. Zeg, jij mag in de bed blijven liggen. Zeg, ik ga elke dag in een uur met een home trainer. Ik heb het gedaan. Na 6 weken heb ik hem terug gemotiveerd gekregen. Ja. Is hij met mij elke dag gaan rijden. En sindsdien heeft hij ook geen één complicatie meer gehad. Ging alles vlot en was hij direct mee erdoor. Om te bewijzen, als je doom denkt, komt doom. En je de law of attraction. Ja, je moet blijven. En dat is altijd maar in de weg, en dat is vooruit. En dan de meetiel is de prijzen net. Onderweg kunnen platten tuipen rijden, dat is normaal. Maar dan komt hij in mijn reservewiel, het geen bang. Ja. Er komt hij in mijn reservewiel. Ja. En dan moet je terug opstappen en dan moet je zelf duwen. Als je een keer reservewiel nodig hebt, laat mij weten. Ja. Kom af. Ja, dus, en daarom was vooral de kracht ook. En ook mijn eigen ook voorgenomen in de kliniek. Elke dag een half uurtje, denk ik, toer de gang. En ging ik tegen iedereen een klapje doen. En ja, dat was eigenlijk voor mij een verrijking. Ik heb mijn eigen enorm leren kennen daar. Maar langs de andere kant heeft dat ook heel veel fuel gegeven het bedrijf. Want ik wou des te meer om nog bewijzen naar mijn ouders en grootouders toe. Nog eens opgeschakeld. Dus draaiden we ongeveer een 13 miljoen. Maar dan had ik altijd vandaag in, als ik het bedrijf had overgenomen, de ambitie van, kijk, wij zijn te klein om groot te zijn en te groot om klein te zijn. Ja. Er is geen weg terug meer. Je merkt dat tegenwoordig meer en meer consolidaties, acquisities, je hebt dat nodig om bestaansrecht te krijgen, zeker binnen onze sector. Dat was ik eigenlijk al van begonnen als ik 25 was met mijn kabasje, de blijde boodschap dan te verkondigen van, hey, als we niet samen gaan, dan kunnen we dit en dan kunnen we kosten sparen. En, ja. We zullen er wel eens over nadenken. Maar dat ging niet. Heb ik meer en meer. Ze geloofden nooit in mijn verhaal. Tot over nu, anderhalf jaar geleden, heb ik met een eerste believer, noem ik dat, hebben we InfraJoint opgericht. Die zit ondertussen al 3 bedrijven onder. Mijn Superbeton, Robico volledig overgenomen en Coles. Op groepsniveau draaien we, zoals Nicolas heeft gezegd, 20 miljoen euro omzet. En de ambitie is vanaf 50 te gaan en 5 miljoen EBITDA. Is dat allemaal wel roze geur en maneschijn? Nee. Maar ik kan wel zeggen, had ik die moves niet gedaan, had ik vandaag niet meer bestaan. Ja. En groeien of krimpen, hè? Ja. Eigenlijk wel. En voor sommige zaken is het misschien beter alleen te zijn dan met 10 te zijn. Maar dan moet ook beseffen dat je moet content zijn met hetgeen dat je hebt. Want mijn grootmoeder zei altijd, je hebt er maar 2. En als je een goede bebber hebt, kun je er 10 aansturen. En wat is dan het beste? Ja. Dat is, voilà. Ja. Dat is mijn filosofie. Ja. Maar het is een uitdaging. Elke dag opnieuw. Maar dat is voor altijd. En op zich, ik zeg dikwijls, hoe groter dat je wordt, hoe groter je problemen. Het voordeel is, je hebt er meer. Dus je maakt er niet meer drukken in de grotere problemen. En je vindt er dan ook weer oplossingen voor aldoende. Ja, het is anders. Ja. Als veel mensen vragen, wat doe jij heel de dag? Ik kan daar niet op antwoorden. Ja. Je wilt meer nieuwe problemen. Nee. Ja, want ik vind dat. Hè. Ik heb graag nieuwe grote problemen. Dan weten dat je terug naar het niveau, volgende niveau aan het schakelen bent. Dezelfde problemen, altijd opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is waar dat je passie weggaat. Dat is toch bij mij zo. Ja, dat klopt. Wat wij vooral tegenaan liepen, wat wij nu tegenaan gelopen zijn, ik vooral als persoon binnen mijn organisatie te veel zelf willen doen. Wij draaiden 12 miljoen omzetten, dat was ik. Mijn vader, maar die deed eigenlijk niks operationeel, die liep nog zo'n beetje mee rond. Voor cru gezegd, elke nacht tegen mijn kloten te geven. En, is dat gelukt? Wat? Is dat gelukt, ja. Ja, ik heb tot nu is onze relatie, ik en mijn vader, we zijn boezemvrienden, echt waar. Ja. Echt waar. Maar zakelijk, wij vochten tot over 3 jaar, vochten wij letterlijk elke week. Hè, dat een werfleider of een projectleider ons van elkaar moest trekken. Hè. Ja. Dat was bonken, hè? Letterlijk. Kun je dat een keer laten zien met iemand of zo? Tot bloedens toe. Ja, dat hebben ze gezien op de serie. Nee, niet bij mij. Ze hebben dat gezien op de serie dat ik nog elke week ga trainen, hè, verslaag te krijgen. En dat is ook. En waarom? We waren te klein, te fijn en we vooral altijd sturen vanuit je buik. Ik ook. Ik sta op en als jij morgen aan mij belt, morgen vroeg, ik heb een geweldig idee, we gaan croissants bakken. En dan denk ik, oh, croissants. Ja, we gaan dat doen. Ja. Volle patrol erop. Na 3 maanden. En dan merkte van, ja, je moet structuur brengen. Ja. En dat is iets heel belangrijks. En daar ben ik iets te laat aan begonnen. Ja. Altijd, ik ben Tarzan, kan alles alleen.
2, 3 werfleiders, projectleiders. Ik heb alles onder controle. Nee, je hebt niet alles onder controle. Nee, je weet niet alles. Ja, ja. Je moet je goed laten rinken. En daar heb ik het, misschien cru gezegd, de niet zo goede les van mijn vader gekregen. Iedereen die je bank pakt, is een kost. En wie weet meer dan jij zelf? Niemand. Dus als jij het niet weet, weet een ander het ook niet. Ja, pa, oké, okay, pa. Maar een goede brengt op. Goede samenwerking is heel belangrijk. Ja, een goede man brengt op. Ja. En als hij hem niet opbrengt, moet je hem vervangen. Maar hem niet aannemen, dat kan ik vandaag garanderen, dat is een van mijn grootste fouten dat ik gemaakt heb. Sterk team, hè. Ja. Ik zeg dikwijls, ik zie het, een miljoen of een miljard bedrijf kunnen niet oprichten, maar wel een miljard team. Of een miljoen een team. Hè. Op zich begint altijd bij het team. En wie zit er allemaal in? Hetzelfde als in de voetbal, hetzelfde overal. Hè. Dat is ook zo. Je kunt niks alleen. Niks. Ja. Je denkt dat. Ja, maar je laat heel veel liggen als je dat denkt. Ja. Van, ik deed vroeger personeel werven. Ik ben blij dat je het zegt, want het volgende stukje is HR. Dus ik deed dat vroeger allemaal. Allemaal. En hoe deed je dat? Allemaal tussen de suppen en de patatten. Mijn deur stond open, mijn deur plakte. Als de meesten nog misschien de versie 1 gezien hebben van seizoen 1 wat ik meedeed. Ik had geen bureau, ik had gewoon een ordinair campingtafel. Want ik was Jan, de man van de wandelgang. Ik was een hele dag van hut naar haar aan het lopen. En dan kwam iemand aan mij vragen. Ja, we gaan dat doen. Ja, ik doe dat wel. Ja, het komt in orde, geen probleem. En dat waren eigenlijk, als ik dat heel eerlijk moet zijn en integer, holle woorden, loze beloftes. Want iemand kwam mij het vragen, zei, ja, ik doe dat wel. Maar ik was tegelijk aan het denken, ik moet nog drie bazen aflopen en 2 camions. Je zijt er ook niet. En je doet dingen die niet daadkrachtig zijn. Nu ondertussen, 1 jaar verder, heb ik eigenlijk een managementteam van 5 mensen rond mij gebouwd. Wow, top. En je voelt, ik kom nu in mijn bedrijf elke dag, dat ik denk, wow, what the fuck. Ja, ja, ja. What the fuck. Wel, zijn er precies in één keer van Zonne van Vanas, een Champions League team. Ja, ja, maar dat is wel, hebben we niet precies geholpen in de jaren. Dat is... En ik krijg er ook schrik van. Hè. En ik denk, godverdomme, dat 5.000, 6.000 broed. Dan denk ik, dat komt niet goed. Ja, hè. Ja, ja, ja. Maar dat voelt zo. Allee, van... En dan zie ik, hè, onze landmeter nu, hadden we vroeger nu, die is al plan aan het voorbereiden. Dan denk ik, wow. Wow, wie had dat gedacht? Ja, tegenover 3 jaar, denk ik letterlijk en figuurlijk, als we een werf moesten beginnen, dag min 1, dat plan rap op mijn kapot van mijn auto. Ja, daar gaan we beginnen en zo een plan toe. Ja. En dan denk je dat je goed bezig bent. Nee, ik kan dan zeggen, door die futtele tijd te doen, hebben we een hoop cash weggesmeten. En je maakt de wagen. Je blijft altijd vaststaan aan die oude gewoontes die je thuis gezien hebt of rondom je ziet. Dat werkt niet. Maar je denkt dat je dan 300.000 euro gespaard hebt aan lonen, maar je hebt er eigenlijk 600.000 weggespaard. Ja, dat is dat. Het grootste verlies wat je had kunnen creëren, maar niet gecreëerd. Had, is een lelijk beest en iedereen een was. Ja. Wat? Had, ja? Is een lelijk beest en iedereen een was. Ja. Zeg, met dat we nu over het programma Sky is the Limit aanduid. Ik weet waarom ik meegedaan heb, rechtstreeks mijn naambekendheid, want op zich, wij mensen kunnen bij ons rechtstreeks klant worden, maar jij werkt dikwijls voor de overheid, of heb ik dat verkeerd, of hoe is dat? Nee, wij hoe doen... Hoe is dat nu bij u? Ik heb meegedaan aan de Sky's Limit, ja? In alle eerlijke oprechtheid, en soms heb ik er nu... Uwego. Oh, enorm. Nee. ik heb eigenlijk... Oh. Hallo. Jij is uitgevallen. Nee, toch niet? Ja, hij is terug. Nee. Je ziet, ik ben niet gewoon van chic te doen. Ik heb eigenlijk meegedaan voor eigenlijk 2 beweegredenen. 1 om een verhaal te vertellen. Ja. Om eigenlijk mensen te motiveren en vooral de jeugd. De jeugd wakker te maken. Pas op, het is niet alleen de jeugd dat nodig. Iedereen heeft ik heb ook bij mijn maar het probleem is in mijn business, ik vind geen jonge mensen. Ja. Omdat... Zeg, wij geven een #1 event voor kids. Ja, maar dat is wel jong, hè. Ze moeten mijn schub al kunnen vasthaven, anders zijn ik er niks mee. Hè. Maar je wilt toch iets doen al met maatschappelijk impact maken vooral? Ja, young leaders. Hè. Tussen 12 en 19. Ja, voilà. Dan kunnen ze nog misschien bijvazen. Ja. Mogen komen, hè. Ze komen. Wanneer is dat, Lotte? 23 september. 29 september. 23 september. Ja. Allee, bij deze. Dus bijna hetzelfde. Bij deze genoteerd. Ga je komen? Ja. Serieus? Dien. Oh, voilà, geek. Hey, cool. Ja, een applausje. Om vooral die terug te motiveren... Maar je moet ook wat kinderen meepakken dan. Hè. Ik heb er maar een halve. Maar neven of nichtjes of zo. Ja, ik zal proberen. Ja, dat is goed. En
Ik heb dat vooral meegenomen om de jeugd te motiveren, om te stimuleren, om te laten zien, kijk, alles kan. Maar je moet erin geloven. En, ja. En ook... Geloof mega belangrijk. En doen. En ja, ik heb ook honderden duizenden euro opgesmost. Ik heb ook flessen champagne over mijn kop gekapt. Ik heb ook gedacht dat ik Tarzan was. Ja, dan noem maar op. Een stuk op tv. Ja. En denken dat je... Nee. Ja. En dat is ook zo. Ik zeg altijd, en dat is een wijze les die ik tegen al mijn vrienden gezegd heb, maar ze hebben ze niet willen aannemen. Mijn huidige vriendin, Loremie, kan dat helaas ook bevestigen. Voor het 30ste mogen niks. Dan mogen alleen maar de kloon uithangen en doen, denken dat je goed bent. Maar committee op niks, want je weet, voor je 30ste, dat is bij mij het geval, weet je nog eigenlijk zelf niet wie dat je zelf bent. Dat is echt, ik ben daar echt wel volledig. En dat is bij mij enorm. Je weet begot niet wie dat je zelf bent. En zolang als je niet weet wat je zelf bent, of wie dat je bent, of waar dat je voor staat en gaat, hoe kunnen dan een commitment geven aan 1, ik wil een kind, 2, ik wil trouwen, 3, ik zinne doodgeren, 4, dat is mijn commerce en ik weet waar ik heen ga. Nope. Ja, maar ik ben dat wel mee eens. Ik heb ook mezelf leren kennen van rond die 30. Ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, en al die vrienden van mij ook, oh, een blazer en si en la. Oh, ik heb nu, wij zijn allemaal zo rond dezelfde leeftijd. Ja. Dat is de ene die niet gescheiden is van die hoop. Maar ik nooit niet getrouwd geweest. Hè. Ja. Ah, dat is de oplossing. Ja. En ik heb juist mijn verhaal toen nu willen aanmaken, ik ben ouder dan 30. Dat mag voilà, dat mag ik dan. Dat mag het? Voor 30 zijn jij al verloofd? Nee, nog niet. Nog niet? We zijn nog maar 3 jaar samen. Hè. Gemak, hè. Maar ik ben op 3 jaar met ik Sarah ten huwelijk gevraagd. Ja, maar ja, je hebt mensen die er rap bij zijn. Hè. Ja, maar zijn ze toch een rapper en een durver? Ja, ik ben een rapper en een durver, maar ik heb altijd gedroomd van een geweldig trafisch en ik heb dat budget nog niet voor het moment. Ah, ja, ja, ja. Dus als je iets doet, moet je dat ook doen. Hè. Ja, ja, maar dat versta ik. Ja, en die vrijgezellen in Vegas, dat kost geld. Hè. Ja. Ik kom mee, hè. Ja, ja, doe maar. Je weet, mij moeten vragen, hè. Dus, en dat is... Dus beweegreden voor de Sky is the Limit mee te doen, is voor de jongen te tonen twee, van eigen geloven. En twee, ook... Voor ja, die stempel zo van vies de papa, en het is allemaal gemakkelijk. Als ook... ja, ik ben altijd hard op de tong en ik zeg altijd alles als zeg maar, hier, we kunnen er tegen. Kunnen we er tegen? En ook vooral om een klein beetje ook te laten zien in mijn leven en ook mensen te triggeren en dan misschien ook een beetje ego om ook een klein beetje te halen erkenning. Ik heb een super ouders, grootouders, maar tegen mij heeft nooit ene keer iemand tegen mij komen zeggen ah, wel, dat is goed gedaan. Ik ben 9 maanden van een jaar in Turkije gezeten. Na maand 9 heeft mijn vader ooit de eerste keer in mijn geschiedenis een briefje naar mij gestuurd. Kleine, ik ben fier op haar dat je het zo lang volgegeven hebt. En dat is het enige wat mijn vader ooit tegen mij gezegd heeft. Dat briefje, dat is een Nokia 3310 dat ik toen. Die steekt in de prijs. Dat briefje staat er nog op die gsm om eeuwig en 3 dagen kunnen vasthouden. Sindsdien heb ik het nooit meer gehoord. Ik heb nu die 2 megadeals gedaan overgenomen. Het is tegen onze pa tegen mij zei, als je het maar kunt betalen, dan is het goed. Ja. Moet ik hem bellen? Ja, maar dat is ook zo. Moeten we hem bellen nu? Nee, die pak ik niet af. Nee. Die pak ik niet af. Zal dat doen? Hè? Ja, ja, maar dat is... En daarom ook op ik, misschien daarvoor, om te gaan laten zien van... Reality check. Zijn ik wel goed bezig? Wat is goed bezig zijn? Ja, maar dat is, wat is goed bezig? Wat is goed bezig zijn? Want goed voelen in je vel, maar ja, ook zakelijk. Allee, en we zijn gegaan gelijk naar een trein. En vandaag sputtert onze trein ook een beetje. Maar ja, en op sputtert je? Ik denk dat we allemaal wel weten. 1, corona. 2, de oorlog in Oekraïne. Dat hakt er voor ons... Ja, hoe groter dat je zei, hoe zwaarder dat kan. Heel zwaar in. Wij werken, zoals Nicolas aangepikt, 90% openbare besturen, dus wij maken een prijs vandaag. 1 euro, 180 dagen later moet ik dat gaan uitvoeren. En letterlijk en figuurlijk, op 15 miljoen omzet verleden jaar, is een prijsstijging gekomen van gemiddeld 18%. En als je dat allemaal 2 kunt doorrekenen, dan weet je wat je moet opeten zelf. Hè. Dus dat is wel een pijnlijke en dat geeft nu druk... En ook bij mij emotioneel heel veel druk van shit, kak. Eerst maar van het wijze kop gewoon vroom doen op televisie en dan mocht je dat mee. Dan kun je nog geen pakjes sigaretten bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar bon, dat hoort er hij ook rookt bij. Hij ook toch niet? Nee, maar. Ah, dat is goed. Ik smoor niet. Anders ging ik je pak kopen. Hè. Nee, nee. Maar het gaat er maar over. Dat is ook weer, ja. En dat is ja, dan moet je mee omgaan. En daarom dat ik ook altijd zeg, als het gemakkelijk was, deed iedereen het.
Ja. Het is niet gemakkelijk. Ik heb een mega goeie YouTube. Op YouTube, je moet dat even opzoeken. Het is super interessant. Tijdens een bio in Tenerife, laten we dat trouwens ook zien. Je moet dat even opzoeken. Ik vond dat wel interessant. En dat is The Richest People of the World. En dan zie je die grafieken. En dan zie je dat dat constant verspringt. Dus je denkt dat dat alleen bij ons is. Dat is overal. Dus daarmee weet ook dat het voor altijd zal zijn. Ja, want zelfs naar Warren Buffett, dat gaat dan een keer maal 2 en dan zakt hij naar beneden. Dan valt hij een keer gedeeld door 3 maal 10. Dat blijft het is nooit een vlakke lijn. Hè. Het is ook zo, maar het probleem is, we willen soms gewoon allemaal een beetje te veel. Hè. En te rap. Ik vind dat ik altijd te weinig wil. Oh nee. Soms moet dus. Ik wil ook te veel, want ik heb het ook uitgesproken op tv, ik heb altijd gezegd, ik wil een Rolls. Mijn 40ste jaar wil ik met een Rolls rijden. Vandaag denk ik, dat weet niet dat dat gaat lukken. Maar aan de andere kant denk ik, die auto interesseert me geen fuck. Ja, mij ook niet meer. Vroeger vond ik dat heel belangrijk. Ik heb nu vorige week weer een nieuwe gekocht. Omdat wat heb je gekocht? Ik heb een Range Rover gekocht. Ja, welke? Een Vogue, een grote. Ah, ja. Waarom? Ik heb een Range Rover Spar. Ja, dat heb ik gezien. Super slechte investering. Ja, een Notto Alta. Ja, 500 pk. Een Notto Alta. Ja, een V8. Notto Alta. Daar gaat hij met boven. Maar je hebt elektrisch gekocht? Ja, hybride, daarmee. Ja, slimmer, ja. Ik, voor juni moet een inzetten. Ja, daarom dat ik noodgedwongen moest kopen, want anders kocht ik geen. Ja, heb pech. Ja, dus. Maar ja, het is ook zo. Die Rolls interesseert me niet. Maar het is gewoon ook weer die legacy, die verankering met het verleden. Ik wil gewoon laten zien aan mijn grootouders. Mijn grootvader heeft dat ook gehaald op zijn 40ste. Een Rolls. Ah, cool. En ik wil ook laten zien van, kijk, ik heb niet de visa-kaart van het schap gepakt, maar ik heb proberen te ondernemen en gelijk geweest. Ja. Of gelijk gestaan. Maar ja. Ja. En als ik morgen faal, dan ga ik denk ik heel veel wenen. Niet durven buiten komen. Maar langs de andere kant... Kom je buiten halen. Langs de andere kant denk ik dan ook. Tja, ja. Weet je, er is onderzoek geweest en dat daaruit is gebleken, als je pakt, want ik denk daar soms ook een keer aan, omdat je echt wil grote stappen en grotere stappen, en dan denk je, oei, neem ik niet te veel risico. Het onderzoek is gebleken, als dat je, en Trump is daar een voorbeeld van, en dat is niet op hem als persoon, maar in het algemeen, dat je, als je alles verliest vandaag, bouwde binnen de 2 jaar opnieuw dezelfde levensstijl en bedrijven op als dat je voorheen had. Dus het is 2 jaar even weer afzien. Ja, maar dat, je moet ook geen... Maar ik wil zeggen, dat is niet langer. Hè. 2 jaar, ook zo, hè. Dus je kunt op 2 jaar opnieuw hetzelfde realiseren als dat je vandaag hebt. We leggen ons daar ook zeg, veel te veel druk op. Want we denken niet aan ons eigen. We denken, wat gaan die anderen van ons denken? Wat gaan die zeggen? Wat gaan de medemens zeggen? En vroeger was de medemens het dorp. Maar nu is de medemens heel de wereld. Want we vinden het allemaal nodig. Zelf schuldig. Voor alles op social media uit te smeren. Tja, heb je dat nodig? Nee, nou. Je moet durven kunnen ingaan tot essentie. En wat maakt gelukkig? De dingen doen dat je graag doet. Ja. Wat doe je graag? Wat ik graag doe? Schachelen en ondernemen. Ja. En deze. Ja. Een beetje lullen. Dat is toch keiplezant? Mensen inspireren, triggeren. Mensen zien groeien, floreren. Elkaar inspireren, dat is het mooiste. Dat is fantastisch. Ik heb heel veel vrienden rondom mij ook, met dit en met dat. En adviseren en helpen en trekken en sleuren. En dan zitten die groeien, je ziet die floreren. En dat vind ik geweldig. Ja. Ik ben met Loremie 3 jaar ook zo'n beetje aan het coachen. Met dit en met dat. Wel. Haar zaak is nu maal 2,5. Ja. Ligt dat aan mij? Nee. Zij doet het zelf. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat je dat lont kunt aansteken. Ja. Dat ze bij ons geweest als maal 10. Ja. Zij... Ben je aan het plagen? Ik weet niet wat jij hebt altijd, maar bij mij is een mannelijk glimlach dat ik moet krijgen. Nee, nee, ik... Applaus. Maar bon. Voor wat onderneemde... Hij verdient terug, zei hem. Dus. Voor wat onderneemde? Heb je op stuk gehad? Vrijheid. Ja. Gewoon... Allee. Dat zullen bij mij, echt. Hè. Cool, dat stonden de slides gisteren. Ja. Hè, de meeste ondernemers, maar zeker ik onderneem voor vrijheid. Voor gewoon niet voor te zeggen van, dan kan ik eens van 4 uur al in het café gaan liggen tot 7. Hmm. Maar gewoon zo... vandaag ook... Alles ontploft op mijn bureau, maar toch kunnen zeggen, ik wil hier zijn. Waarom? Tjaka. En ook, zo kunnen van die een gat naar het ander springen, van die een berg opportuniteiten, zo snuffelen, zo kunnen, ja. Ja. Ik kan dat niet uitleggen. En maar het is van alles doen. Maar wij doen ook van alles, heel ons leven lang. Ik denk dat ik nu vandaag alles bij 13 vennootschappen heb. Dus. 13? Ja, ik heb er 7. Dus.
Ik moet nog een paar gaan verrichten dan. En zeg, je hebt ook een serieus... Ja, hoeveel mensen? We hebben op groepsniveau, ja, groepsniveau 120 mensen. 120 mensen in dienst. Hoe begin je daaraan? Allee, ik wil zeggen, 120, dat is een hoop. Ik heb er momenteel 50. Ik weet, volgend jaar zullen we naar de 100 moeten groeien met de wellness die erbij komt. Ja, om dat open te houden, moet er 30 man zijn. Heb je een tip voor mij? Van wat 50 naar 100 te gaan op een jaar tijd. Daar moet ik wel schuld bekennen. Daar heeft de Sky heel goed aan gedaan om eigenlijk dat als product placement te hebben om instromen van mensen. Ja, dus dat is werk goed dat ik meegedaan met tv. Ja, nee. dat heeft echt een instroom van mensen enorm gecreëerd. En ook, wat mij vooral opvalt, is als je een verhaal vertelt en je hebt een visie en ambitie binnen het bedrijf en je kunt gewoon in een sollicitatiegesprek zeggen van zeg, ik kom solliciteren voor camionchauffeur, dan denk ik, ah, dat is goed. Ik ben er zeker van dat je dat komt, maar ik zou graag willen weten waarom je bij mij wilt zijn. En dan denk ik eerst mijn verhaal. En als mensen dan bij u komen werken, dan weten ze voor wat ze komen werken en wat er allemaal achter hangt. En wat er... Ja. Wat de visie is en de ambitie. En ik zoek durvers, denkers, doeners. Je moet de ballen hebben voor je werk op te zeggen en bij mij als fantast kunstenaar te komen werken. Je moet een denker zijn van, oké, als je in een situatie zit, hoe gaan we dat doen? En gewoon doeners, gewoon oké, shit need handen to be done. Handen vuil maken. Come on, you, allemaal samen. Ja. En dan spreek ik tegen iedereen uit. En ik moet zeggen, het is heel moeilijk op de arbeidsmarkt voor personeel te vinden in CLA. Ik ben een jaar geleden begonnen. Ik heb een HR-manager kunnen aannemen. Ik heb twee CEO's aangenomen. CFO aangenomen. Twee projectleiders. En de landmeider. Op een jaar tijd. Dat zijn knelpuntberoepen. Niemand vindt dat, zo gezegd. Ja. Is dat gelukt? Ja. Ik weet het niet. Hoe komt dat? De ene vindt de ander niet. Hè? Dat is altijd. Ja, dat is gewoon... Je moet... Doen. Doen en durven grinden. En ja... Een verhaal vertellen. Een verhaal. Ja. Als kind af aan, zei ik altijd, wou je een verhaaltje horen. Omdat je het wou kennen en je wist ook wat het einde ging zijn. En dat willen mensen ook als ze ergens gaan werken. Ze willen een verhaal, ze willen die ambitie, ja, ze willen al iets voor ergens, ze willen een vaandel dragen. Ja. Ja. Cool. Wat zal we... Bijvoorbeeld een eerste... Zeker niet wegkopen, want dat werkt niet. Dat is zeker, maar even. Zeker? Zeker personeel niet wegkopen. Ja. Dat is ook een fout. Ja, moet je niet doen. Ik heb het ook nooit niet gedaan. Moet je niet doen. Ik zou het nooit niet doen. Werkt 3 maanden. Nee. Ja, dat is geen oplossing. Wat zou je adviseren aan mensen die twijfelen voor een eerste aanwerving te doen? Van eerste... Iemand die nog twijfelt voor een eerste aanwerving. Hoe moet je beginnen? Ik heb er mij gedacht over. Ik ga dat straks zeggen, maar ik ben benieuwd naar Tuve. Stel je voor dat je terug gaat. Hebben ze terug gans alleen? Ik kan niks alleen. Dus ik moet iemand hebben. Want ik functioneer niet alleen. Ja. Dus, naar mij natuurlijk... Nee, maar hoe begin je eraan? Wat zou je doen? Wat ik zou doen, is eerst even gaan kijken, oké, wat is mijn omzet? Mij hebben ze altijd geleerd, je moet 250.000 euro per koop draaien om rendabel te zijn. Ja. Eerst winstmodel, superbelangrijk. Ja. Dus als je 500.000 euro omzet draait... Dat is wel in een bouw, hè. Ja. Als je in de leveranciers, in de diensten zit... Is bedrag ja, klaar. Ja. Dus bij ons is dat 250 per kop moeten draaien. En dan zit je gewoon. En dan, dat is mijn eerste formule. Omzet gedeeld door de koppen. Paf, we zijn goed of we zijn slecht bezig. Ja. Dat is het eerste. En twee, gewoon ook van oké, naar je eigen kijken. Durven in de spiegel zien en zeggen: in wat ben ik goed? Wat doe ik graag? En wat is hetgeen als ik op mijn bureau kom? Morgen. Morgen. Nee. Morgen. En zet daar eens een cijfer achter wat die morgen u kost of kan opbrengen als dat vandaag gebeurt. Je gaat verschieten. Want jij gaat tijd vrij krijgen en jij gaat vleugels krijgen, want jij gaat maar enkel, niet altijd naar die hoek, je gaat kunnen zeggen, ik doe een dag graag en je gaat die 10 uren 20 uren kunnen maken. Je gaat meer rendement halen uit de uren. En dat merk je. En dat zijn dingen dat je moet verwijgen. Wat is dat? Wat heb ik hier? Tranenstriets vast. En wat, kan ik dat, en wat kost me dat dan? Ja. Maar nu, de dag van vandaag, hè, onze structuren in België zijn rampzalig qua kost. Maar uw eerste werknemer is wel voordelig. Dus ik ga het verklappen voor straks. De grootste kost van belastingen over hans de wereld stond een maand of twee geleden in de krant, is België. Ja. Wist je dat? De grootste man overal. Hè. Van hans de wereld, hè. Nummer land, nummer 1.
duurste werkplaats om mensen aan te nemen is België. De Hans boven op de plek. Dat is ook zo, maar nu een eerste werknemer, hè, de korting. Ja, de eerste werkgever had de korting. Dat creëert wel wat. Ja. Maar je kunt ook met freelancers werken, je kunt met zelfstandigen werken. Ja. Je moet ze allemaal mee op een payroll hebben. Ja, nee. Dat is ook al lang verleden tijd. Hè. Wat betekent geld voor u? Geld? Geld op de rekening? Ik heb geen geld op de rekening. Geen geld op de rekening. Nul. Ja. Nul. Bij wijze van spreken... Heb je alles investeerd? Alles. Ja, dat is trouwens een gezonde manier. Hè. Alles. Ik heb... Ja. Laat geld opbrengen. Ik heb... Leende veel? Privé, nul. Niks geleend, hè? Niks. Ja. Moet ik naar onze opleiding komen? Privé... Ik ga vertellen waarom je moet leiden. Ja, tuurlijk. Maar nu, vandaag is dat iets omgedraaid, maar... Ik ben heel blij dat ik al mijn overnames 1,5 jaar geleden gedaan heb. Ja. En nu zit ik in een positie, iedereen van, oh, maar je hebt zoveel schuld. Dan zeg ik, nee, ik heb winst. Je hebt winst. Zeg, allemaal eens goed luisteren. Zeg, ik heb 0 euro op de rekening staan, privé. Zeg, ik heb alles geïnvesteerd. Ik heb ook bijna niks op de rekening staan, privé. Geld met 1 miljoen euro, zeg, geef eens 100.000 euro. Of, zeg, ik ga die naam brand steken. Inflatie noemen ze dat. Zeker. Ja, maar dat is dat. Ik heb geld volledig mee eens. Ik heb geld. Geld verdampt op de rekeningen. Ik heb 10 miljoen geleend voor de overnames. Ja. Al 0,97. Ja, ik heb ook. Op een gegeven moment is schuld cash en cash schulden. Volledig snap ik. Nu is het een andere wereld. Hè. Oh. Maar. Tot over 2 jaar. Maar nog, de inflatie is hoger. Hè? Ja, de inflatie is hoger als een infrastructuur. Ja? Dus die formule werkt nog. Hè? Nog altijd. Dus je moet je niet blind staren en ze zeggen dan, ja, maar als je dit voor krijgt, zie en laag, je moet toch op iets achter de hand hebben. Ja. En, dat is waar. Je moet niet, zeggen, je moet niet op 2500 euro per rekening staan, wat ik soms voor heb, want als ik dat met een kop krijg voor je te kopen, dan koop ik dat gewoon en dan denk je een minuut na. Maar gewoon, ja. Je kunt... Een levensverzekering. Je kunt een hospitalisatieverzekering. Heb je een levensverzekering? Alles, ja. Levens- en hospitalisatieverzekering. Ik heb ook een levensverzekering. Successieverzekering. Allee, noem maar op. Dus je kunt in C 98% indekken. Ja. Allee, laten we zeggen 90. Dus waarom zou dat niet spelen? Waarom zou dat niet spelen? Hoeveel risico neem je? Veel. Te veel. Ja. Altijd al of nu mee? Heel mijn leven al. Hans, je leven. Ja. Ik heb, en wat is mijn grootste risico? Vertrouwen. Ik geef te rap te veel vertrouwen in mensen. En nu, een maand geleden, is dat weer een mes in mijn rug. Ja. Of in mijn, de vraag is, welk dat op het laatste van de rit u het meest heeft opgebracht? Volgens mij heeft het u verder gebracht dat het u gekost heeft, want het is niet leuk als je terug hebt gezakt. Als je 10 stappen naar voren zet, omdat je veel vertrouwen heeft, omdat je het samen kunt doen, je moet dan 2 stappen terug of zelfs 3. Ja, dat is ook zo. Maar... Vertrouwen geven is iets belangrijks. Het is altijd wel jammer, zo'n misbruik van vertrouwen. Allee, maar dat heeft me ook wel als mens en mens meer en meer geëvolueerd. En vroeger was ik, bekieken. Hè. Als iemand tegen mij zegt, ik heb een geweldig idee, steek dat 100 euro in, en dan hebben we het morgen 200 euro. Oh, baf, yes. Hè. Ja. Maar dat zijn die lessen. Hè. Tegen vandaag ook, als ze nu naar mij komt en zegt, oh, we hebben het denk ik allemaal in de krant gezien, hè? De Kaapverdische toestand. Ja, dat is echt zot. Allee, iedereen denk ik bij ons de deur van plat gelopen, want ik ben van Herselt, dat is tegen Aarschot. De deur van plat gelopen, oh, en dat doet en dan 7%. En dan ben ik van zoiets al te erg waand geweest, van dat is te gemakkelijk. Ja, als het gemakkelijk is, dan... Heb je bitcoins? Nee. Ah, ik ook niet. Maar ik heb wel een vriend die er miljardair mee geworden is. Miljardair? Miljardair, ja. Serieus, hè, ja. Ja, maar gewoon... Is het dan content? Nee, ik wil niet wisselen met Dries. Ja, ik wil ook dikwijls niet. Dries is een vogel in een gouden kooi. Ja, ik wil dat. Als je het niet zelf verdiend hebt, kun je er ook niet ten volle van genieten. Dat is toch mijn overtuiging. Die heeft gekocht als hem 16 stond voor 75.000 euro en verkocht als hem 66.000 stond. Oef. Ja. Ik zou wel niet boos zijn, moest ik het voor. Ja, maar, en die verveelt zijn eigen. Ja. Heel de dag door. Ja. Oh. Welk advies zou je geven aan ondernemers in het algemeen? Waar een wil is, is een weg. En probeer vooral eerst naar je eigen te kijken. Probeer wat je vandaag allemaal aan het doen bent, je eigen te ontwikkelen.
Dat moet niet gezegd tegen hem, maar ik vind dat echt... Ja, probeer je eigen te ontwikkelen. Ik heb ook coaching gedaan en zo, maar niet bij... Want als ik me al nog niet geweest. Nog was niet, toen nog niet. Ik heb straight line leadership gedaan. Ik heb vleerig een beetje gedaan. Allee, ik heb ook altijd gedaan. Ik doe nog altijd één op één. Met Sasha ook gezien heb. Nog altijd reflecteren. Dat is nodig. Ja. En waarom is dat nodig? We zijn allemaal zoogdieren. En een zoogdier heeft een reptiele brein. En dat reptiele brein is in onze kop gestoken om ons eeuwig en drie dagen te beschermen tegen situaties. Als je een goed voorbeeld, als je op de straat rijdt, 120, niks aan het handje zijn. Ja. 130, ai, ze bieden kunnen geflitst worden. Dat is dat stemmetje in het hoofd dat dat zegt. 150, dat is rabenwijs kwijt, maat. 52, als je naar die paal gaat zetten, doe het. Dat is die stem in je hoofd. En die moeten leren trainen, dat moeten mij omgaan om te weten van oké, wat is mijn comfortzone, wie ben ik, wat kan ik tegen die stem inbrengen. Ja. Ik weet wat ik kan doen zijn, ik weet tot ver hoe dat kan gaan. En je moet wijgen, durven, elke dag in de spiegel zien en zeggen van, tja, ik ben dat, ja, moet ik kan dat, ik weet naar wat ik naartoe wil. Want reptiele brein, heel interessant onderwerp, hè, dat is het brein die dat ervoor zorgt van, oh, alle gevaren opzoeken, die dat zorgt voor hè, voorplanting en overleven. Dat zijn de enige twee dingen waar dat het reptiele brein mee bezig is. En overleven is bescherming. Ja. En te veel in de comfortzone blijven. Want wat ik wel veel zie in het algemeen, en bij mezelf en bij iedereen, had gewoon altijd, ja, de angst. Hoe gaat hij om mijn angst om een stap te zetten? Want ik zie dat dat toch dikwijls een uitdaging is en blijft. Hè, je wilt iets doen, en zeg, zou ik het nu doen of niet doen? Hè? En dan heb je... Ik heb altijd gewoon gedaan. Gewoon gedaan. Ja. Ik slaap ook met zo'n whiteboard naast mij, naast mijn bed. En dat staat elke nacht 's morgens vol. Ik schrijf niet heel ideeën. Nacht. Ideeën. Heel nacht, zijn ik aan het schrijven. Tot de vervelendste toe van madame. Ja, dat geloof ik. Ja. Ik slaap niet en dan begin ik te schrijven. En zo in coronatijd, volle corona, was het wat rustiger, alles lag stil. En dan heb ik een nieuwe opportuniteit gezien om toch mensen te kunnen verbinden en problemen op te lossen. En dan heb ik me vol geëngageerd voor een idee. En dat is nu ondertussen... een octrooi op en volop een nieuwe uitvinding aan het uitrollen. En daar heb ik letterlijk en figuurlijk alles wat ik heb ingestoken. Ja. En ik hoop daar eind dit jaar mee naar buiten te komen. Cool. Daar zit een team van 25 man dag en nacht op bezig. Nu? Nu. Wauw. Fulltime. Cool. En dat is letterlijk en figuurlijk... Springen. 'S morgens opgestaan, helemaal uitgeschreven op mijn whiteboard. Ik heb mijn whiteboard meegepakt naar de keukentafel. Ik heb dat gepitcht tegen mijn madame en die zegt, daar zit precies wel iets in. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja. Ik heb Jo, dat is onze CTO, hè, gebeld. Ook zo'n beetje semi-business developer. Ik zeg, Jo, ik denk dat ik een idee heb. Kom eens af. Jo, hè. Thuis gekomen aan de keukentafel. Zo. Ja, dat is goed. Oké, okay. Jo, jij zoekt een team. Voor dat te doen? Oké, goed. Wat gaat dat kosten? We denken 160.000. Boah. Dat gaan we riskeren. Vandaag zit er 1,2 miljoen in. Ja. Ja. Het kost altijd meer, hè? Ja, ja. Maar... dus ik kan zeggen, Elon Musk, je bent niet alleen, ik ben ook een cashburner. Ja. Als laatste vraag van mezelf. Hoe zie je... Er is heel veel beweging in de markt, in de economie. En dan bedoel ik echt, laat ons het houden op de Vlaamse economie, want ik weet dat je internationaal ook bezig bent. Wat verwachten, welke evolutie verwachten nog? Ik weet wat ik verwacht, maar ja, ik ben benieuwd wat jij verwacht. Op dit moment is er een grote zuivering aan de gang, denk ik. Ik voel dat zelf in onze eigen business... Ja. Puur als ik nu kijk, ik heb drie businessen onder InfraJoint. De mainstream is onze superbeton, die krijgt echt zware klappen van de zweep. En dan beginnen met het ding van, ja, moet ik dat loslaten? Moet ik daar blijven inpompen? Wat moet ik daarmee doen? Maar de toekomst gaat zijn, zij die hun nu wapenen en geloven in zichzelf, en ik ga het herhalen, een structuur weten op te bouwen. Dat kan een one-man structuur zijn ook, maar structuur dat je kunt op terugvallen, geeft maar gaas.
Uva, geef me haas. Geef me haas. Geef me haas, ja. Want er zijn zoveel zoogdieren. Je moet geen zoogdier zijn. Nee. Als iedereen al links gaat, slacht man naar rechts af. Slacht man naar rechts af. Doe dat maar. En je gaat een verdoemenis aan, maar uiteindelijk kunnen we wel zeggen tegen ja, je moet wat een bult zijn, hè. Ja. Boef, hier haal ik voor. Of we kunnen wel zeggen van, ofwel zeg je dat, had, had, had. Ja. Ofwel zeg je van, God doe me. Ja. Dat is me daar nog van gelukt. En dat is ook zo. En kerkhof ligt vol met mensen die onmisbaar zijn. Ja. En iedereen is vervangbaar. Als je morgen iets tegenkomt, dat ik nu ook, mijn rechterhand is weg. Ja. Dat komt, op laatste valt altijd weer eens een plooi. Iedereen is vervangbaar. Ja. En iedereen. En je moet gewoon gaas. Gaan. Ja. Gaan, gaan, gaan. Gaan, gaan. En laat u niet neerhalen door mensen rondom u. Want dat is mijn zesde... Ja, maar dat is echt. Ik vind dat mega belangrijk. Dat is voor mij een heel belangrijk in mijn leven. In je omgeving. Zesdos. 6 degrees of separation. Dat probeer ik ook iedereen mee te geven van in mijn intieme kring. Je bent zoals de 6 dichtstbijzijnde mensen rondom jou. Ja, als je naar je vrienden ziet, wat je elke week met een pint gaat drinken of wat je heel veel met afspreekt, en je ziet daarnaar, en je zet een stap terug en je bekijkt die, en je denkt, sta me toch allemaal niet aan. Je bent zoals die 6 mensen rondom je. Dus als je dat met die eigenlijk niet goed accadeert, dan moet je volgende week terugboeken bij Nicolas, want dan moet je heel erg aan de wagen werken. Want je bent zo. Nog eens raamd op die boeken. Ja, je bent die persoon. Hè. Dus je bent zoals de 6 dichtstbijzijnde zijn de mensen rondom u. En als je een goed netwerk hebt, een goede 6 dos noem ik dat. Ja, maar dat is dat. Met 6 mensen kende ook dan weer de wereld. Daar heeft iedereen in de zaal al meegemaakt. Je komt op een evenement of je zegt vandaag hier. Je hebt vandaag genetwerkt, dat ben ik onbewust zeker van. Dan zeg je, ik heb de avond een duur, maar die ken ik ook van. En dan moet je tegen een wagen zeggen, tjaka, ik ben goed bezig, want... Ik kan connecteren en met 6 mensen zit ik bij wijze van spreken morgen bij een Trump, als ik wil. Ja, maar dat en dan is... zijn we goed bezig. Maar als je in een massa zit, met allemaal schaap. Ik heb Trump een hand gegeven. Nou, ik nog niet, helaas niet, maar ik ben wel fan. We hadden dus een olifant nodig in een porseleinenkast. Maar het is ook zo, als je morgen in een kudde schaapje zit, dan gaan allemaal mensen zeggen, maar dat gaat niet. Hè. Dat gaat niet. Oh, nee. Doe dat, André. Doe dat alstublieft niet, want je hebt pas een noas gekocht, André. En je hebt de kinderen en je gaat die kinderen dat nog niet aandoen. En... Dan moeten we gaan afvragen, ben ik zo? Wil ik zo zijn? En als het antwoord dan nee is, dan moet je zeggen, Jos, je bent allemaal op mee. Vet. Hij is iets ruwer als ik gevoel dat is van de bouw. Hè. Superbeton. Ja, maar allez, ik heb, als je op gang gaat vroeger... Nee, maar je hebt gelijk. Bussen vol vrienden, hè. Ik kan ze op 1 hand tellen, hè. Ja, en ik weet, als ik morgen sterf, hoop ik dat er 1 naast mijn bed staat. Hè. Ja. Dat hoop ik. En dan ben ik al een hele gelukkige mens. Ja. Op zich, ik ga nog 3 vragen aan het publiek geven. Maar nog een laatste belangrijke vraag. Zeg, ik merk dat je persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Ja, feitelijk moet je ook in ons traject stappen, hè. Hè, wat denkt je? Vriendenprijs, dat heb ik al gehoord. Ja. Ik sta zeker voor alles open. Ja. Ja. Maar het is tijd. Hè. Ja, tijd. Om meer tijd te maken. Besef dat je jezelf beter persoonlijk ontwikkelt. Dat is waar. Dat is ook zo. Dat is een reden om het wel te doen. Dat is ook zo. Ja. Dat zei mijn... Ik ben blij dat je het ook zegt. Dat zei mijn prof ook. Als je 8 uren... Je broek verslet, dan ga ik de nood aan golven toe. Ja. Dus je kunt 4 uur beter goed werken en je dan niet meer schuldig voelen. Want dat heb ik heel erg. Nu, vandaag ben ik hier 2 uur en ik voel me nu schuldig dat ik niet met de bro zit. Ja. Dat ik niks aan het doen zou, want oh ja, dat lukt. We zijn net door aan het leggen, hè? Ja. Gewoon wel, nee? Wat zei je? Gewoon wel aan het netwerk. Ja, dat is ook zo. En dan denk je van ja, ik had beter daar geweest. Maar je moet dan eens verwijgen maken en terugkijken en zeggen van. Welke impact maak ik op een uur, kan ik op een uur maken? 2 uur, 4 uur? Zinnig je niet. Dan een andere? Ja, ja. Die 24 uur aan het werken is, dan moet je tegenover staan. De impact met dat jullie vandaag hier zijn, die 3 dagen of die een dag, die kan misschien 100 dagen inhalen. Ja, maar dat is... Dus het gaat altijd over impact. En snelheid, hè. Ja. 3 vragen. Wie heeft er een vraag hier vooraan? Is er een micro... Hier ligt er hier een. Ja.
Niet te moeilijk maken, mannen. Ik zal nog graag heel thuis geraken. Wat zeg je? Niet te moeilijk maken. Ja. Vrouw, ik ben niet lang op school geweest. Alsjeblieft, zet u even recht. Ja. De fusie die je aan bent gegaan, hè? Ja. Wat maakt het verschil met het idee dat je had Agron begonnen ze, met dat die fusie gebeurd is? Is het het verhaal dat je vertelde, of is het de juiste mensen die je rondom je had? Eigenlijk het verhaal, het concept, het idee, InfraJoint, Join the Joyride, dat is mijn leuze van InfraJoint. Join the Joyride. Eigenlijk het verhaal en ook het concept er rond. Je kunt meer gaan samenbrengen, daardoor kunnen kosten gaan besparen en kunnen eigenlijk in plaats van nu... We gaan even om dat gesweete thema uit de HR. Hè? We waren 3 afzonderlijke bedrijven. HR, dat was ik. En mijn stiefmoeder, we hadden in de wallen, wat was dat kruge zei? Uren ingeven, dagrapporten, uren overkoppen. Maar dat waren niet echt een beleid aan het doen. Ja. Gewoon, oh, dat is een zakenvent, joh. Ik zal een man een kaffekoek geven morgen, of ja, 15 cent opslag. Of, allez, je hebt gelijk, Jos, je krijgt een ander paar schoenen. Maar dan zijn er geen beleid aan het doen. Dan zijn er van het een brandje naar het ander. Bijvoorbeeld, en zo was dat bij die 3 bedrijven ook. Want ja, als je een goede wilt aannemen, ja, die kost €6.000 bruto. Ja, dat kan men een bolle winkel alleen niet trekken, want dan zijn ze meer rendabel. En zo hebben we verschillende functies binnen het bedrijf. Nu hebben wij Lidwin, HR-manager. Die was hoofd HR bij Basics Groep. Woonde in Aarschot. En is nu bij ons gemerkt van tonnen ervaring. Ja, we hebben nu een arbeidsreglement dat sluitend is. We hebben een car policy. We zijn nu eigenlijk veel legitiger als vroeger. Ja, maar dat is... Je wordt in orde. Dacht, hè. En nu weet je, en je hebt, boem, en als er een zakenvent nu vandaag, zeg ik, Lidwin, los het op. En dan weet ik dat het opgelost is in een kader, en die gaat tegen die persoon zeggen... Elk krijgt zijn verantwoordelijkheid, hè. Ja, die gaat zeggen, en ik weet dat dat in orde is. Ja. Tegen vroeger, zeg dan maar wat. En nu kan ik die kost, die 6.000, over een omzet van 20 miljoen spreiden. Ja. Dan tegenover een omzet van 10. Ja. Dus dat is... win-win. En dat bedoel ik met die structuur en acquisities. Je hebt een win-win. Je doet beter, je kunt beter. Ja, maar dat is... En je houdt een betere band met mensen. Van nu kan ik naar mijn mensen gaan en ze mogen tegen mij nog alles ventileren. Op het moment dat ze beginnen te neuten over iets, zeg ik... Sorry, daar ga ik niet op antwoorden, want al wat ik nu zeg, is toch mis. Zeg, als je vrouwen hebt, ga dan niet winnen. Ja, ja, maar dat is... Ja. Voilà. Kun je het licht even aan doen, dan kunnen we, als er misschien nog vragen zijn in het publiek... Wie heeft was er, dat een antwoord op uw vraag? Dat was een heel groot antwoord op mijn vraag. Ja, top. Okay. Geef hem daarvoor een applaus. Ja, wie heeft er nog een vraag? Alsjeblieft. Hey, ik heb eigenlijk 2 dingen. Nicolas, zeg je dat eerst doen, dan denken. Ik ga je mijn kaartje geven. Wie weet kunnen we wel iets voor elkaar betekenen. Hé, hey, zie je een keer actie nemen. Heringen. En mijn tweede vraag, misschien een beetje gek. Je bent in het bedrijf van je ouders, grootouders gestapt. Had je hetzelfde zo snel kunnen bereiken zonder dat je dat had gedaan? Ja. 1 ding. Ik had verder gestaan. Vererfde geschiedenis... Ik ben daar volledig mee eens. ...is een heel mooi cadeau. Maar de stok wat ze elke week met slagen, dat is wat moeilijk is. Hè? De hele dag, jammer. In onze tijd. Jammer. Zijn dat wel zeker? Dat is echt niet plezant. Trouwens, 90%, ik heb dat... Heel de dag verantwoording. Ja, dat is... Heel de dag. Ze hebben alles geweldig gedaan. Ik heb een bedrijf overgenomen wat 0 structuur was. 0. We maken winst. Goeie winst. Omdat andere tijden waren. Toen kon de crew gezegd nog eens foefelen. En toen was de druk niet van controle en van al die bazaar. En toen gingen naar gasten tegen 200 per uur. Toen gaf hij nog eens €50 en iedereen was blij. Dat is gedaan. Dus je krijgt iets mee, maar tegelijkertijd zit daar ook een klein beetje een microbe op. Ja, ja. En dat is heel moeilijk om die microbe eraf te wassen. En ook elke nacht te zeggen, ja, nee, ja, nee. Ik had heel veel liever gezegd, ik had... 1 fout gemaakt. Ik had gewoon domweg dat café moeten doen. Ik had waarschijnlijk nu ook failliet geweest, maar had ik wel mijn eigen pad gedaan. En nogmaals, je komt er.
Ja. Gekomen. We moeten fouten ervan maken. Ja. Ook, top, dank u wel. Dus iedereen kan het. Applaus. Nog één vraag. Nog één vraag over uzelf of over een andere business. Als ik twijfel, steekt uw hand op. Ik heb al te veel geluld, ze zijn mee. Ja. Alsjeblieft. Okay. Wanneer gaat het open in Oschot? De plein, ja. Als ik een vergunning krijg. Ah, je bent nog niet rond. Nee. Je bent aan de baan bezig, hè? De Klein-Mechelse baan, ja. Ah, ik zal ontwijken, ja. Dus, mijn andere vraag eigenlijk. Hoe maak je in zo'n bedrijf, met zoveel personeelsleden, dat dat toch niet geen nummers zijn op den duur? Kende hij iedereen? Kende hij iedereen? Zonder te liegen. Tot over een jaar. Ik heb me eigenlijk wat teruggetrokken uit operations. Wat dat heel moeilijk is van mij, om ook even te kaderen. We zijn in zo'n transitie van het bedrijf, zo aan het groeien, structuur aan het brengen, dat er één niet goed weet wat hij moet doen, die dag, dat ben ik. Want ik deed vroeger alles. Ja. En nu kom ik op mijn bureau en ik zie al die Champions League-spelers. En dan denk ik... wat ga ik doen vandaag? Ja, ja. Maar ik bel elke dag iedereen nog op. Ik hoor iedereen... Iedereen... Elke dag. Stap begin 's morgens 5:40 te bellen. Ik bel naar al mijn machinisten, al mijn chauffeurs, al mijn werfleiders. Hij wil naar iedereen? Iedereen. Maar hoeveel man is dat er? Bij Superbeton 35 man. Ja, maar die andere? Bij Kools ga ik 3 keer per week langs. En daar is nog dat is een lommel. Daar hebben we zo'n toogje. En dan komen ze nog... En bij Robico hier in Buggenhout ook. Een toog en dan hebben ze een dagrapport. Hè. En 2 dagen per week ga ik gewoon aan een koffietoog zitten. En dan pak ik het dagrapport aan. Dan heb ik ook iedereen gezien en klap ik tegen iedereen. Ik ken iedereen zijn naam van groep, in groep. Mm-hmm. Bij Superton ken ik iedereen zijn naam, vrouwnaam, kindnaam en geboortenaam. Wauw. Hoi. Well, chapeau. Chapeau. Goed. Frederik. Ik wil u van harte bedanken om langs te komen. Graag gedaan. Naar het centrum van de wereld. Dat is hier. Dat is de Kempen, sorry. Ik ga niks boven. En Sarah, mijn vrouw, kent ook, heeft nog een klein cadeautje voor u. Dat is voor u, alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft. En ja, dat is ook een pet voor u met de number one. Allee, ik ga voor nog een foto. Kan er iemand een foto nemen van ons? Het is maar 120 man aanwezig, niemand pakt zijn gsm. Ze zijn mijn mug, ja. En misschien... Brent, kun je een foto nemen van daar? Zo omgekeerd, dan zie je... En dan gaan we doen dat dat leuk was. Hè. Ja, ja. Dat zal het vooral moeten zijn, ja. Denk ik. De bedoeling is dat je achter ons ook ziet. Hè. En zeg dan nog eens dat we geen ferm gehad. Frederik, ik wil u van harte bedanken. Geef Frederik een daverend applaus. Applaus.